Goedemorgen, het is donderdag, mijn relaxdag. Niet helemaal, want ik moet toch nog mijn artikel voor vanmiddag goed doen. Ik ben 7:30 wakker geworden en ik heb knallende koppijn. Ik denk omdat ik wist dat ik vandaag zeg maar het rustiger aan kan doen. Gregor die is de hele dag naar de andere kant van Nederland, naar Utrecht. Voor een cursus en die zegt heel erg laat thuis. Dus ik ben eigenlijk in mijn eentje. Maar dat vind ik niet zo erg, want ik heb om 6 uur massage en ik ga daarvoor, ben ik met dat ook even. En ja, ik ga eventjes nu een artikel maken. Oh, en ik moet nog schoenen uitkiezen voor bij mijn outfits en dan doorsturen naar de stylist. En nog een paar kleine dingetjes regelen. Ik kan niet eens praten, omdat ik zo'n hoofdpijn heb. Even iets innemen. Ik ben me aan het opmaken en ik ben al een paar dagen deze BB cream aan het gebruiken. Ik vind hem zo fijn van de Body Shop Flawless BB cream met tea tree. I love tea tree. Is echt best ever. En de beste tea tree producten zijn van de Body Shop. Al jaren. En nu hebben ze dus een BB cream. Ik vind hem wel aan de lichte kant. Kijk als je zo ziet. Alsof hij me net iets witter maakt dan ik ben. Maar hij is echt geweldig. Vandaag is een vlog online gekomen waarin ik het had over YouTube en de toekomst en zo. Ik heb het idee. Er zijn heel veel leuke reacties. Sowieso echt heel veel mensen die het tof vinden. En ik merk ook dat wat oudere bezoekers, zeg maar een beetje mensen van mijn leeftijd, allemaal zoiets hebben van je, ja, weet je, inderdaad, ben ouder aan het worden enzovoort. Misschien heeft het ook te maken met de fase van mijn leven waar ik in zit en zo. Maar ik merk dat heel veel mensen misschien niet helemaal begrijpen wat ik bedoel. Want ik krijg mega veel berichtjes met, ja, en als je dan stopt met beauty, dat is je ding. Maar ik stop niet met beauty, dat is het. Ik stop niet, nooit met beauty. Dus als ik nu zeg maar blijf vloggen, dan blijf ik vloggen. Maar daarnaast komt er gewoon beauty online. Alleen niet 2 keer per dag, maar 1 keer. En er zijn heel veel blogs die hebben alleen maar 1 artikel per dag. Dus er zijn genoeg beautyblogs, ook professionele beautyblogs, ook blogs die gewoon veel bezoekers hebben en zo. Die eigenlijk trouwens in het buitenland bijna alleen maar. Ik vind dat wij Nederlandse beautybloggers, ik heb een collega's, het is niet arrogant, nee. Ik vind dat wij best wel goed doen vergeleken met buitenlandse beautybloggers. Want heel veel buitenlandse grote beautybloggers die posten 1 keer per dag bijvoorbeeld. En ik merk, en ik ga het niet per se over mezelf, maar bijvoorbeeld mijn collega-bloggers en zo, dat die, ja, dat best wel lange artikelen ook, ingrediënten enzovoort enzovoort. Maar goed, dat was even een soort van complimentje naar mijn collega-beautybloggers. Maar er zijn dus genoeg beautybloggers die 1 keer per dag posten. En dat is ook gewoon hun fulltime baan, weet je wel. Dus in dat gebied was dat een beetje mijn idee. Dus ik doe dat dan, plus vloggen. En niet dat ik stop met beauty, want dat is wel heel erg extreem. En wat betreft saaiheid, dan denk ik, ja, klopt. Maar bijvoorbeeld, ik heb nu al zoveel leuke dingen op de planning die eraan komen. Dat ik denk, oh, maar dat wil ik allemaal laten zien aan jullie. Maar ja, de ene dag is minder saai dan de ander. Maar ja, ik ben ook een mens. Ik ga niet alleen maar de leuke dingen laten zien. En ik vlog bijvoorbeeld als ik op reis ben. En ik ben altijd een beetje bang dat mensen dan denken dat ik echt zo'n super glamorous leven heb. Want kijk eens hoeveel ik reis en zo. Maar dat is alleen omdat ik alleen maar de reisdingen dan vlog. Anyway, ik neig nu naar blijven vloggen omdat ik het gewoon zo leuk vind. Weet je, ik vind het leuk, kijkers vinden het leuk. En voor degene die zegt, oh, dan ga je kijkers kwijtraken. Ja, so be it. Die kunnen ook dit overslaan, alleen beautyartikel lezen. Weet je, ik vind het leuk. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik vind beauty ook heel erg leuk. Ik vind het allebei heel erg leuk. Maar ik kan het gewoon niet aan om 2 beautyartikelen per dag te maken plus een vlog. Dat kan gewoon niet, weet je. Ik kan niet 1 uur slapen per nacht en ik kijk nog even wat ik doe, maar ik ben in ieder geval heel erg blij met al jullie reacties. Hé, ik kreeg net een bos bloemen bezorgd. Er zit niks bij of zo. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat het is. Oh, hier. Oh, van Yves. Oh, dank je Yves. Ze kan er niet bij zijn, want ze is naar een bruiloft. Zeg maar, de party en het boek en alles. Maar ze is elk jaar bij de parties. Ze was ook DJ en zo. En oh, zo lief. Maar ze moet naar bruiloft in het buitenland, ze kan er helaas niet zijn. Dankjewel, Yves. Kijk, dit kaartje. Zo mooi. Hoe mooi zijn deze rozen? Ik moet eigenlijk mijn artikel nog afmaken, maar ik heb zo'n honger. En het liefst wil ik nu een Subway broodje, maar ik las allemaal comments dat Subway dus best wel veel suiker heeft. Wist ik niet. Nou ja, ergens is het ook wel logisch. Ik bedoel, wit brood heeft suiker, maar ik had altijd zoiets van, nou ja, ik neem altijd bruin en ja, dat is het, zeg maar. Dus ja, misschien moet ik maar minderen met Subway. Maar ik ben zo Subway verslaafd. Maar er zit wel wat in. Oké, ik ga naar beneden even wat eten halen. Ik heb dit gehaald. Couscoussalade en huzarensalade. Heb ik echt heel lang niet meer op. Ik dacht, ga ik eens een keer eten weer. Ik ben zo gek op couscous. Oh, ik vind het zo enorm lekker. Er is maar 1 manier waarop ik weet hoe je het moet klaarmaken. En dat is
hoe Francis het liet zien in die ene video, weet je wel, met dat gekookte water wat je erbij gooit. Dus als iemand andere couscous tips heeft, let me know, want ik wil dit echt goed leren maken. Dat kan ik dus niet. Ik heb zojuist mijn derde paracetamol ingenomen en ik heb mijn bril maar opgedaan, want ik heb zo'n hoofdpijn. En dat is er, want we gaan lekker met haar oma chillen. En lekker relax, dacht je. Hey Tat. Hallo. We gaan met oma chillen. Ja. Dat haar oma is zo cool. Wat doet Marcia op de dag voor de stressparty? Nee, niet stressparty. Voor de stress van de party met mijn oma chillen. Ja, want die is cool. Oh. Nu word je verlegen. Dit is het nichtje van Tat. Vertel even hoe oud je bent. Ik ben 8 jaar. En wat doe je allemaal? Vertel over je toneelstukken. Nou, ik zit op musical en daar hebben ze, zo'n musical. Hebben ze daar zo? En daar speel jij in? En daar speel ik in. Ja. En je hebt een solo die je gaat zingen, toch? Ja, ik heb een solo dat ik daar zo ga zingen. En het is daar altijd heel leuk. En vroeger zat ik op Rabarber, maar dat is... En daar hebben wij elkaar leren kennen. Ja! Ja. Wat een theaterfamilie. Mijn mini-me. Hallo oma. Hallo. Wat gezellig. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft, een kindje op mij. En nu zijn we in Soap Treatment Store. Ik ga lekker een massage doen hier. Heerlijk. Ik ga lekker een massage krijgen. Hallo. Oh, best massage ever. Ik heb een deep tissue massage gehad. Daar ben ik gek op. Mijn hele rug. Oh, hij zat helemaal vast. En kijk, dit moet ik even filmen. Kijk hoe schattig. Hoe insane is dit iPodje? Dit is toch zo'n iPod? Ja, dit is zo'n mini iPodje. En dan met dit. Oh, ik voel me zo ontspannen. Ze zei dat ik midden in mijn rug dat het helemaal vast zat. Waardoor het dus hierheen ging en onder. En ik zit altijd vast. En ik had dit echt nodig. Dit, oh. En, oh, dit bed is verwarmd. Zo lekker. Dit is warm. Oh, dit was heerlijk. Ik wil ook langs die van Amsterdam nog een keer gaan. Want die is net vernieuwd op de Spuistraat. En die schijnt echt super cool uit te zien. Ik ben daar eerder geweest ook voor behandelingen en spraytans en zo. Ik doe geen spraytan dit jaar trouwens voor mijn party. Nee. Even lekker een wandeling van ongeveer 20 minuutjes gemaakt zonder jas. Ik ben dus zonder jas naar buiten gegaan. Want ik dacht, oh, ik ga dit jaar als auto in. Toen was ik even vergeten dat ik ook nog van de massage terug naar huis moest lopen. Of althans, ik dacht dat ik nog wel eerst naar huis zou gaan. Maar goed, eerst even boodschapjes doen voor zometeen. Even lekker avondeten maken en dan boodschappen doen. Ik ga Francis de zoete aardappel hutspot weer maken. Zo lekker. Poffie is thuis. Voilà. Zoete aardappel gesneden en moet koken. En de rest is gesneden en dit ligt klaar. Ik snijd altijd een... Ligt het klaar en dan kan ik het er gelijk bij gooien zo meteen. Yummy, dit is zo lekker. Je moet het echt een keer maken. Ik krijg super veel foto's binnen van het opbouwen. Ik ben er zelf niet bij, maar... Dat wat ik net zag, dat zit ik nu toe. Ik zie dat in één keer. Echt? Ja. Oh, het is echt leuk om te zien. Thanks. Ik ben bezig met mijn to-do-list van dingetjes die ik mee moet nemen voor de party. Het is inmiddels al 10:30. Ja, bril, schoenen, outfit zit hierin, schoenen. Wat heb ik allemaal nog meer? Allemaal dingen die ik mee moet nemen. Party, maar ook omdat we natuurlijk wij slapen in een hotel ook. Ik neem altijd nog mijn eigen make-up mee voor de zekerheid als iets bijvoorbeeld... Ja, er is net geen concealer, mijn kleur of wat dan ook, dan heb ik hem mee. Maar ik heb dus ook altijd nepwimpers mee en ik dacht... En dan is deze mee, die van Dior met dat goud erin. Ik vind het zo cool. Het is van kerstlied dit jaar, maar vorig jaar volgens mij. Check. En er zit goud in. Ja. Oké, ik ben een systeem aan het bouwen. Dit kan direct naar de hotelkamer. Dit gaat mee naar de party. Hier zitten twee tasjes make-up en beauty dingen. Dan hebben we hier outfit, die gaat hierin. Party. Ook mijn tweede jurk, want je weet maar nooit wat er gebeurt met de eerste. Dit is erfjurk. En handtas. Of andere handtas. Ik weet niet. Oké, het is 10:50. En we gaan slapen. Ik geloof dat ik alles ingepakt heb wat ik mee moet nemen. Een tas met outfits. En ik denk, dat gaat mee naar de beurs. Dit
Ik ga naar de hotelkamer, mijn handtas, outfit. Ik heb eigenlijk alleen een onesie die ik morgen aantrek en dan morgen slapen die dag erna weer. Ik ga nog heel even mijn wenkbrauwen epileren en micro delivery kit gebruiken en dan lekker slapen. Welterusten. Welterusten en tot morgen bij de party. Tot morgen. Tot morgen. Morgen, Fossie. Hallo, hoi meiden. Hi. En hier hangt allemaal mooie kleding. En dit is, ja, is allemaal om te kiezen eigenlijk.